We staan hier bij het Amsterdamse hoofdkantoor van Philips, dat vandaag de jaarcijfers over 2010 presenteert. We gaan even naar binnen kijken of meneer Kleisselee, de topman, tevreden is over de cijfers. Hij doet dat vandaag voor het laatst, want hij stapt op 1 april. Bent u tevreden over het vierde kwartaal? Wij zijn gematigd tevreden over het vierde kwartaal. Ik denk dat het een solide einde is van wat eigenlijk een heel goed jaar 2010 is, waarin onze omzet met 10% is gestegen. We de winstmarge van 10% overschreden hebben. Iets wat een jaar geleden weinigen voor mogelijk gehouden zouden hebben. Maar waarmee we een doelstelling gehaald hebben die we 3 jaar geleden hebben afgesproken. Is het nou zo dat u zegt van ja, ik heb het echt goed gedaan. Ik heb die groei bereikt die ik bij Philips wilde bereiken sinds ik aantrad. Of is dat nou misschien net iets waarvan je zegt van ja, dat had misschien wat beter gekund? Nou, ik denk dat het nog wat zeker voor mij wat vroeg is om terug te kijken. Ik denk dat je daarvoor even de tijd en wat afstand moet nemen om te kijken wat is er nou echt goed gegaan. Wat zou je beter hebben kunnen en willen doen? Ik denk dat het altijd zo is dat je het beter wil doen. Ik bedoel, wat dat betreft zijn wij natuurlijk een soort mensen die nooit tevreden zijn, zelfs niet met wat ze bereikt hebben. Natuurlijk had ik graag gezien dat Philips sterker gegroeid zou zijn. Daar heeft natuurlijk de crisis niet aan meegeholpen, maar dat blijft iets waar Philips ook onder de nieuwe leiding hard aan zal gaan werken. Ja, Rick, hoe zijn de cijfers? Ze zijn niet zo heel goed gevallen. Ik denk ook dat ze gewoon, als je er eerlijk naar kijkt, dat ze niet heel erg goed zijn. Philips heeft het bij de licht en de medische divisie wel goed gedaan en bij de consumententak eigenlijk niet. En met name de verkoop van televisies viel heel erg tegen. Daar werd nu 67 miljoen verlies op geleden in het vierde kwartaal. Terwijl er eigenlijk gerekend was op op geen verlies. En dat is wel een grote tegenvaller. Ja, de boodschap is eigenlijk dat het goed gaat bij Philips, maar minder goed dan verwacht. En dat is waar beleggers toch altijd wel naar kijken.